het is je boy Brett Raket. Ik werk nu al 5 jaar bij Crossums Trampolinepark en ik vind het altijd super leuk om kids te helpen met nieuwe tricks te leren. En ik krijg iedere week nog de vraag, hoe doe ik dit, hoe doe ik dat? Dus gaan we vanaf nu iedere week een tutorial online zetten. En we beginnen met de eerste tutorial, een frontflip in 5 stappen. Stap 1, koprol. Nou kun je zeggen, nou koprol is toch niet zo heel erg moeilijk. Maar de koprol doen we altijd als eerst. Vooral om eventjes die houding te laten zien. Let op, dit is wel de freestyle manier. Dus op turnen kan het zijn dat het anders is. Wij doen altijd onze knieën naar buiten in de frontflip. Waarom? Wat je vaak ziet is dat mensen een frontflip landen met hun knieën tegen elkaar. Wat gebeurt er? Poef, dan klap je met je neus op je knieën. Dat willen we niet hebben, dus daarom doen we altijd knieën naar buiten. Dus je begint met een koprol. Mooi door je knieën. Knieën naar buiten. Kin op je borst. En gaan. Stap 2. De koprol kunnen we. Nu gaan we een zweefrol doen. Zweefrol is bijna hetzelfde, alleen bij een zweefrol zijn we even los van de grond. Daarom is het de zweefrol. Ik doe mijn arm omhoog. Ik ga zo meteen in de volgende stap uitleggen waarom ik mijn arm omhoog doe. Arm omhoog, een beetje door je knieën. In die arm sla je omlaag. En je bent heel even los van de grond. Stap 3. Ik zei net dat ik in de volgende stap uit ging leggen waarom je die armen omhoog moet doen. Belangrijk is armen omhoog, omdat je in een salto je armen altijd omlaag slaat. Waarom? Je wil naar die kant toe, niet naar die kant. Wat ik vaak zie, is dat mensen hun armen omhoog slaan, maar dan werk je eigenlijk super tegen. Die armbeweging gaan we oefenen vanaf onze knieën. Dus je landt op je knieën en je gooit je armen naar beneden. Belangrijk als je op je knieën landt, is dat je je buik aanspant. En wat ik vaak zie is dat mensen zo op hun knieën landen. Dat is niet goed, want dan heb je eigenlijk een soort rem. Dus probeer mooi recht terug, buik aanspannen, armen naar voren. Oké, je begint dus vanaf je knieën naar je rug. Lukt dat, ga je van je knieën naar je billen. En zo ga je uiteindelijk kijken of je op je voeten kan landen. Dus nog een keer arm omhoog, recht landen, aanspannen, zwaaien en landen. Je hebt in stap 3... heb je nu mooi vanaf je knieën naar je voeten, mooi opgebouwd, stap voor stap. Dan doe je nu hetzelfde, maar nu begin je op je voeten. Let op, onthoud, arm omhoog, zwaait je armen naar beneden, één hand op je rug. Lukt dat, ga je naar je billen. Je bent nu vanaf je knieën al op je voeten geland met de salto. Je weet ook hoe het is om vanaf je voeten een salto in te zetten, want die kan je al op je rug en op je billen landen. Dus nu is het tijd om de uiteindelijke salto te doen. Tot slot, nog een fout die ik echt vaak zie, is dat mensen in een frontflip om zich heen gaan kijken, omdat ze willen weten waar ze zijn in de lucht. Let op, doe dat niet, want als ik naar de zijkant kijk in een salto, dan gaat mijn schouder mee en dan ga ik super scheef, want dan ga ik zelfs wel een heel klein beetje twisten. En dat willen we niet, want we willen een mooie frontflip. Dat is de frontflip. Let op, als je deze nou thuis probeert, doe het stapje voor stapje, doe het niet te haastig. Ik wil wel dat jullie allemaal heel blijven. Heb jij nou een trick waarmee je helemaal vastloopt of die je al jaren probeert te oefenen en waarvan je denkt, nou daar wil ik echt een tutorial van hebben? Reageer even onder deze video en wie weet maken wij wel een vette tutorial voor jou.